Wanneer het gaat om de eurocrisis zijn de aandelenmarkten onbelangrijk. De belangrijkste signalen komen van de obligatiemarkten. En wanneer het gaat om de Griekse verkiezingen, leren die signalen dat er niets is opgelost. Zo zegt Johan van Overtveld, hoofdredacteur van Knak en Trends. Dag meneer van Overtveld, welkom bij Actua Boeken. U hebt een nieuw boek uit, Red de Vrije Markt. Ik zou bijna zeggen, u hebt een abonnement in onze studio. Na het boek De Ondergang van de Euro komt u al met de terugkeer van, ondertitel De Terugkeer van Milton Friedman. Maar kan eigenlijk de vrije markt nog gered worden als de euro op springen staat? Ik denk dat dat perfect moet kunnen, meer nog zelfs. Ik denk dat de redding van de euro, of het redden van het Europese ideaal, of het redden van de Europese economieën individueel, voor een groot stuk te maken heeft met het terug op een goede manier restaureren van het principe van de vrije markt. Want daar zijn we ondertussen toch wel een heel eind van afgedobberd. Mm-hmm. Maar het restaureren van de vrije markt, het redden van de euro, brengt dat de vrije markt niet in gevaar? Al die maatregelen die uitgevaardigd worden, is dat net het aan banden leggen van de vrije markt? Wel, ik denk dat we hier moeten even gaan delven naar wat de oorzaken zijn van de crisis die vandaag zo lelijk huishoudt in de eurozone. En daar heeft met name de man die de hoofdrol speelt in mijn jongste boek, Milton Friedman, in lang vervlogen tijden al allusie opgemaakt dat er daar een serieus probleem was. En dat was onder meer gelinkt aan de vrije markt. Want wat was de analyse van Friedman, zoals hij mij die in de loop van de jaren 90 al mee, lang voor de euro gestart was? Want u beschrijft een persoonlijke ontmoeting, een drie persoonlijke ontmoeting. Ik heb hem 3 keer ontmoet en een van de opvallende dingen, heeft veel opvallende dingen gezegd, want hij was een ongelooflijk intrigerende figuur, Friedman, was dat de monetaire unie, zoals we die in de loop van de jaren 90 aan het concipiëren waren, en zoals ze ook op 1 januari 99 van start gegaan is, dat in zijn analyse was dat gedoemd om zwaar in de problemen te komen. Mm-hmm. Omdat men een aantal economische principes, die voor een groot stuk met het vrije marktdenken te maken hebben, niet respecteerde. En daar horen 2 elementen absoluut bij, zijnde de noodzaak aan een politieke unie ten einde tot gestroomlijnde beleidsvorming en beleidsvoering te komen. En ten tweede de noodzaak aan flexibele markten, arbeidsmarkten dan vooral, omdat dat een conditio sine qua non is voor een goed functionerende monetaire unie. Aan die 2 voorwaarden was in 1999 niet voldaan, is vandaag nog altijd niet voldaan. Dus dit was, om het op zijn Engels te zeggen, a crisis waiting to happen. Ja, dus. En is het gevaar nu geweken met de Griekse verkiezingen die toch pro-Europa zijn afgelopen? Wel, nee. We hebben dat ook gezien aan de reactie van de markt, die vrijwel onmiddellijk heel negatief was. Ik denk dat we daar essentieel 2 redenen kunnen voor aanhalen. 1, wat betreft Griekenland specifiek, is het evident dat na deze verkiezingen, die misschien niet dramatisch afgelopen zijn, wat velen hadden gevreesd, namelijk een overwinning van Syriza, maar die in ieder geval een groot aantal vragen onbeantwoord laat. Hoe stabiel gaat de coalitie zijn die er hoe dan ook gaan moeten gemaakt worden? Hoe gaan die coalitie zich gedragen? Laat ons daar ook even heel duidelijk over zijn. Het zullen nieuwe democratie en PASOK zijn die coalitie waarschijnlijk gaan bevolken. Dat zijn partijen die toch wel, en ik druk mij voorzichtig uit, een hele traditie hebben op het vlak van corruptie en zelfbediening. Die eigenlijk binnen, het Grieks probleem hebben gecreëerd. Die voor een groot stuk het Grieks probleem hebben gecreëerd. Hoe gaat de hernegotiatie, want allerhande Europese leiders wringen zich nu wel in 1000 bochten om te zeggen dat er niet echt sprake is van heronderhandeling, maar dat men wel naar bepaalde modaliteiten wil kijken. Maar goed, het kind eet heronderhandelen en zo zal het ook gebeuren. Hoe gaat dat lopen? Welke repercussies gaat dat bijvoorbeeld hebben op de pakketten al afgesloten met Portugal en Ierland? Als men toegeeft aan Griekenland, gaan die landen dan niet zeggen, ja maar, en wij? En wij. En ook Spanje bijvoorbeeld, dat onlangs nog maar 100 miljard gekregen heeft en dat nu weer als je nu, 150 bijkomend miljard zou nodig hebben. Als je nu een echte hernegociëring met Griekenland toe en op belangrijke punten van het afgesproken pakket gaat inleveren, dan heb je ook een precedent gezet voor wat alle toekomstige mogelijke herstructureringsplannen en steunmaatregelen betreft. Want welk signaal geef je dan vandaag? We kunnen een pact afsluiten, we kunnen een akkoord maken, maar er valt eigenlijk altijd opnieuw over te praten. Ja, dat is geen akkoord. Dan maak je à fur et à mesure, spreek je dingen af die je dan weer herziet. En wat er natuurlijk toe leidt, dat er bijvoorbeeld in de markten constant onzekerheid is. Waar je natuurlijk op den duur een prijs voor betaalt, dat is nogal evident. En de prijs die daarvoor betaald wordt is? Stijgende rente.
waardoor je eigenlijk een self-fulfilling prophecy krijgt. Als je landen als Spanje en zeker ook Italië opzadelt met geleidelijk aan hogere rente. En er is al een grote overheidsschuld. We kennen daar in België ook wel iets van vanuit het verleden. Ja, dan krijg je de rentesneeuwbal. En dan is de schuld en de schuldescalatie, zelfs al voer je een vrij rigoureus begrotingsbeleid op zich, is de schuldescalatie zo vertrokken. Ja, maar dus als ik u rente hoor zeggen, dan doet u mij eigenlijk meer aan obligatiemarkten denken in plaats van de beurzen, de aandelen. Wel, ik denk dat voor wat betreft de signalen van de markten voor de appreciatie van wat er in de eurozone gebeurt en vooral wat het beleid in die eurozone neerzet, is het veel significanter om naar de obligatiemarkten te kijken dan wel naar de aandelenmarkten. Die obligatiemarkten zijn ook veel groter in volume en euro- en dollartermen. Maar zijn over het algemeen ook, met alle respect voor de mensen die op de aandelenmarkten zitten, zijn over het algemeen toch ook wel de echte financiële professionals. Dus de signalen van de obligatiemarkten zijn over het algemeen toch wel wat ernstiger te nemen dan bepaalde signalen uit de aandelenmarkten die vandaag zus zijn en morgen weer anders. En die staan vandaag allemaal op rood, die alarmsignalen? Wel, ik denk dat het toch wel te denken moet geven dat we vorige week, toen nadat bekend was geraakt dat men vanuit Europa 100 miljard uitrok om de Spaanse banken te steunen, dat we dan ongeveer een uur een beetje rust hebben gehad op de markten maandagmorgen. Wel, vanochtend heeft het zelf geen 10 minuten geduurd. De markten gingen open en onmiddellijk was er een duidelijk signaal van de ontnuchtering. Wij vinden dit absoluut allemaal niet zo positief. En we zijn eigenlijk, wat betreft onze globale appreciatie van wat er in de eurozone gebeurt, zijn we nog altijd op het punt waar we vrijdagavond, toen we op weekend gingen, stonden. Dus wat de markten betreft hebben die Griekse verkiezingen eigenlijk totaal niks ten gronde veranderd. Nee, inderdaad. En ook eigenlijk nu ook niet aan de feitelijkheid dat ze per 20 juli, bijna op onze nationale feestdag, weer zonder geld zouden zitten. Maar daarmee komen we toch weer meer naar de kern van uw boek eigenlijk. Dus als de Grieken op 20 juli zonder geld vallen, is er dan geen mogelijkheid in Europa om geld bij te drukken? Want Friedman heeft toch de grote depressie geanalyseerd en zijn analyse was, kort samengevat, dat eigenlijk de nationale banken in Amerika destijds in de jaren 30 niet genoeg geld hebben gecreëerd. Bernanke heeft bij zijn aantreden van de Fed gezegd, we zullen de memoires, hij was toen nog niet overleden de man, maar we zullen de bevindingen van Friedman goed toepassen bij een eventuele volgende crisis. Bernanke houdt woord, hij doet wat hij gezegd heeft, hij drukt geld bij. Wij zien eigenlijk dat de ECB, onder invloed van de Duitsers waarschijnlijk, daar de vinger op de beurs gaat, dat er geen geld gedrukt wordt. Is dat een oplossing? Geld drukken volgens Friedman en Bernanke wel? Wel, ik denk dat we hier toch een beetje moeten een onderscheid maken tussen de analyse van de onderscheiden situaties en de onderscheiden situaties zoals ze zich presenteren. Het ECB-beleid wordt vandaag gedicteerd door een crisis in de eurozone die essentieel het gevolg is van falen op het vlak van politieke besluitvorming. We hebben een monetaire unie gecreëerd die gehandicapt is, die institutioneel gehandicapt is, die niet goed functioneert. En men verwacht nu, en de ECB zit in een geweldig lastige positie, ik heb enorm veel begrip en respect voor de mensen van de ECB, maar zij zitten in een situatie waar ze de verwachtingen onmogelijk kunnen beantwoorden. Zij kunnen de crisis in de eurozone niet oplossen. Is in deze situatie gelddrukken een oplossing? Nee. Kan je in deze situatie met gelddrukken een ademruimte creëren waar binnen de welke de politieke besluitvorming dan moet doen wat ze geacht wordt te doen, namelijk die institutionele problemen oplossen? Ja. Maar wat is helaas de dynamiek van deze situatie? Dat de ECB dan inderdaad maatregelen neemt en bijvoorbeeld via de fameuze LTROs, de financieringen op 3 jaar naar de financiële wereld toe aan erg lage rentevoeten, dat ze daar massaal geld in de markt pompt om die tijdsruimte te creëren voor de politiek, maar de politiek reageert niet, of toch volstrekt onvoldoende. En dus nu merk je duidelijk dat er vanuit een aantal landen toch wel, of vanuit een aantal bewindsvoerders van individuele Europese landen, is er zo'n beetje een kat-en-muisspelletje. Zo bijna, als ik het nu te kort door de bocht mag zeggen, goed, de ECB komt tussen, de ECB redt de meubelen, dus waarom moeten wij ons gaan uitputten in een politieke besluitvorming die ons nationaal sowieso heel veel pluimen, politieke... Electoraal. Goed, dat is het leven van electoraal van een politiek. Ja. Dus het is eigenlijk een groot verschil. De Europese crisis is eigenlijk een schuldencrisis van overheden die uit de pand swingt, terwijl in de jaren 30
er echt geld van burgers in de rook op ging. In de jaren 30 had je werkelijk een totale contractie, een totale ineenstorting van het bancaire systeem. Wat de toenmalige Federal Reserve en ook bepaalde centrale banken in Europa, Duitsland bijvoorbeeld, onder hun ogen hebben laten gebeuren. De analyse van Friedman, zijn fameuze Monetary History of the United States, heeft dat duidelijk aangegeven, geanalyseerd. Meneer Bernanke heeft daar zijn lessen uit getrokken, want ik zou toch ook graag even op die opmerking van u willen ingaan. En heeft in 2008 perfect het boekje van Friedman gevolgd, toen dus effectief de bepaalde financiële markten, bepaalde financiële instellingen werkelijk tegen de vlakte gingen, niet meer functioneerde, heeft Bernanke gedaan wat Friedman in die omstandigheden... Maar ze hebben wel Lehman Brothers eerst laten klappen, dus dat was toch ergens een fout te inschatten. Daar is zeker en vast op het vlak van de politieke besluitvorming, in de brede zin van het woord, inclusief de centrale bank, is er daar een grote fout gebeurd. Waarbij misschien het nog niet zozeer was dat men Lehman op zich in faling heeft laten gaan, maar wel dat je de opeenvolging had van in maart 2008 een redding van Bear Stearns, met tussenkomst van de Fed. En dan in oktober laat men Lehman ontploffen. Dus het was absoluut niet duidelijk wat nu de echte lijn van de beleidsmensen was. Komt men tussen voor systemisch belangrijke instellingen, Bear Stearns, of komt men niet tussen, Lehman? En die onzekerheid heeft toen heel erg negatief op de markten gespeeld. Maar er is natuurlijk, als u toestaat, toch een verschil tussen wat meneer Bernanke in 2008, vanaf de herfst, tot een stuk in het voorjaar van 2009 heeft gedaan, en wat hij sindsdien aan het doen is. De Bernanke, ik zeg dat altijd tegen mijn Amerikaanse vrienden, de Bernanke van 2008-2009 moet misschien in aanmerking komen om een statue te krijgen zoals het Statue of Liberty. De Bernanke vanaf midden 2009 verdient dat helemaal niet meer. Want er is natuurlijk een groot verschil tussen monetair zwaar tussen beiden komen om de ineenstorting van uw financieel systeem te voorkomen, dan wel de fameuze QE, quantitative easing, het verdere gebruik van de Fed-balans om de economie te stimuleren, dan wel om dat te doen, zoals net gezegd, om de economie te stimuleren. Ja. En een van de argumenten die ik maak in mijn boek is dat het voor mij een uitgemaakte zaak is dat iemand als Milton Friedman bijzonder enthousiast zou geweest zijn over wat Bernanke in 2008 deed, maar veel minder enthousiast zou zijn, en dan druk ik mij nog relatief terughoudend uit, over de Bernanke vanaf midden 2009. Want toen heeft hij zwaar blijven pompen vanuit de monetaire kraan, gewoon om de economische groei aan te zwengelen. En dat heeft Friedman heel zijn leven voorgestaan. Dat werkt niet. Dat werkt niet of dat leidt tot inflatie. Eén van de twee. Wel, en het Europees, want duidelijk is het Amerikaans medicijn niet van toepassing in Europa. Hoe kunnen we het dan in Europa redden eigenlijk? Hoe kunnen we in Europa de vrije markt redden dan? Wel, de vrije markt redden betekent uiteraard dat je als overheid je beperkt tot de rol die je in het kader van een goed functionerende markt, vrije markt moet opnemen. En die rol is belangrijk. Ik zou toch ook nog eens even komaf willen maken met het idee dat een vrije markt dat een soort van cowboykapitalisme is, waar de wet van de sterkste sowieso geldt. Nee, een vrije markteconomie vergt wel degelijk een omkadering van de overheid, vanwege de overheid. Vooral op het vlak van, laat ons zeggen, het rechterlijke en het contractuele gegeven. De overheid trekt de krijtlijnen op het veld en de spelers spelen een spel, of dat dan in voetbal is of tennis, maar en de economische spelers spelen een spel eigenlijk. En ik denk dat op dat vlak, ik had eigenlijk drie aanleidingen om het boek over Friedman te schrijven voor mezelf. Eén, de man zou binnen enkele weken 100 jaar geworden zijn. Dat is misschien de minst significante aanleiding geweest. Twee, we hebben vandaag toch, ik verwijs bijvoorbeeld naar de indignados, toch weer een hele stroming anti-vrije markt. En drie, ik denk, met het grote respect dat ik voor Milton Friedman als econoom en zeker ook als intellectueel heb, heeft deze crisis ons toch geleerd dat de man minstens op één punt fundamenteel fout zat. En dat heeft alles te maken met de organisatie van het financiële en bancaire systeem. En u vergelijkt hem in uw boek ook met Keynes. Kan Keynes dan een oplossing bieden?
Wel, ik denk dat Friedman en Keynes, zoals later gebleken is uit de gigantische hoeveelheden onderzoek die daar door allerhande economen en andere wetenschappers over gedaan zijn, op een aantal punten veel dichter bij elkaar zaten dan men het vaak heeft doen voorkomen. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijkste verschil was dat Keynes argumenteerde dat in de depressie monetair beleid niet meer werkte en je dus moest overschakelen op budgetair beleid. Terwijl Friedman zijn argument was, nee, dat klopt niet, u kan met het monetaire beleid verder gaan dan waar men toen met dat beleid naartoe geweest is. En men had dus het budgetaire beleid als het ware niet nodig om tot een effectief antidepressiebeleid in de jaren 30 te komen. Dat is denk ik een van de grote verschillen tussen Friedman en Keynes. Maar waar Friedman dus, denk ik, naar wat we geleerd hebben uit de financiële crisis van de voorbije jaren, ook zijn mening zou herzien hebben, is zeker voor wat betreft de organisatie van ons bankwezen. Want ik heb hem zelf meer dan één keer horen zeggen dat een systeem dat winsten privatiseert en verliezen socialiseert, gedoemd is om zwaar in de problemen te komen. En ik denk dat dat exact is wat er aan het